In deze video kijken we naar de eerste belangrijke pijler van een goede presentatie, de inhoud. Hoe kom je tot een helder en gestructureerd verhaal? Ik ga je een aantal handige tips geven en vertellen waar je op moet letten om te zorgen dat jouw presentatie inhoudelijk staat als een huis. De inhoud. Stel, je hebt een kort paper van 2000 woorden geschreven en moet daarover een presentatie geven. Hoe bepaal je wat je wel en niet aan je publiek vertelt? Laten we beginnen met wat je niet moet doen, namelijk de volledige inhoud van je paper voordragen. Wanneer je presenteert, moet je scherpe keuzes maken over wat je wel en niet wilt vertellen en wat je je publiek wilt meegeven. Je publiek kan namelijk maar een beperkte hoeveelheid informatie opnemen en kan niet even terugbladeren om de informatie rustig te verwerken. Het is dus van belang dat je je bij het vertellen van je verhaal beperkt tot de grote lijnen die je over wilt dragen. En ik gebruik bewust het woord verhaal, omdat dit je kan helpen na te denken over hoe je jouw boodschap het best kan overbrengen. Verhalen hebben immers een heldere opbouw of narratief, een pakkend begin, een duidelijke spanningsboog en een passend slot. Er is bewust nagedacht over hoe bepaalde inhoud samenhangend en overtuigend gepresenteerd kan worden. En dat is precies wat je moet doen als je zelf een presentatie gaat maken. Een presentatie maken begint bij het bepalen van je kernboodschap. Aan de hand daarvan werk je vervolgens je verhaal verder uit. Die kernboodschap is zo belangrijk omdat hij jou helpt om keuzes te maken over wat je wel en wat je niet vertelt. Over zo'n beetje elk onderwerp zijn namelijk oneindig veel details te vertellen. Door een duidelijke boodschap te formuleren, voorkom je dat jouw presentatie als een Wikipedia-pagina gaat klinken. In plaats daarvan gebruik je alleen de details die essentieel zijn voor het punt dat jij wilt maken en de rest laat je achterwege. Bespreek bijvoorbeeld liever 3 argumenten in detail dan dat je in vogelvlucht over 10 verschillende punten heen gaat. Hou ook rekening met het kennisniveau van je publiek. Als je presenteert voor experts in je vakgebied, dan hoef je de basis natuurlijk niet meer uit te leggen. Maar presenteer je voor medestudenten, dan zul je de achtergrond van je paper vast nader moeten toelichten. Als je eenmaal bepaald hebt welke informatie in je presentatie naar voren moet komen, kom je bij de volgende stap. Bepalen hoe je al die informatie het beste kunt overbrengen. Hoe zorg je dat je luisteraars geïnteresseerd raken en blijven in wat jij te zeggen hebt? Een belangrijke vraag om jezelf hier te stellen is: wat maakt jouw verhaal relevant of de moeite waard? Leef je in je publiek en bedenk wat voor deze luisteraars een toegankelijke manier is om je presentatie in te richten. Hoe zou je dit onderwerp beschrijven in een gesprek met je vrienden of met iemand in de trein? Welke informatie zou je benadrukken om een gesprekspartner geïnteresseerd te houden? Want dat is wat jouw publiek in feite is, je gesprekspartner. Alleen blijf jij wat langer aan het woord dan tijdens de meeste gesprekken. Heb je de structuur van je verhaal eenmaal uitgewerkt aan de hand van je kernboodschap, dan is het vervolgens belangrijk dat je die structuur ook expliciet maakt voor je luisteraars. Neem ze aan de hand door met signaalwoorden duidelijk te maken waar je je in het verhaal bevindt. Zo kunnen ze hun aandacht beter bij je presentatie houden en blijft de informatie beter hangen. Presenteer je bijvoorbeeld 3 argumenten, nummer ze dan en leid ze in met ten eerste, ten tweede en ten slotte. Bijvoorbeeld, we moeten klimaatverandering tegengaan om ethische, economische en ecologische redenen. Ten eerste het ethische argument. En nader je het einde van je presentatie, laat dat dan weten aan je publiek door woorden als conclusie, samenvattend, dus en daarom te gebruiken. Laat je kernboodschap ook vooral vaker terugkomen in je verhaal, zodat duidelijk is hoe alles wat je vertelt daarmee samenhangt. Zeker aan het eind van de presentatie doe je er goed aan die kern van je verhaal nog even krachtig te herhalen. Je eindigt op deze manier met een helder en coherent verhaal, zonder uitweidingen die nergens heen gaan of argumenten waarvan de luisteraar niet begrijpt waarom ze relevant zijn. En zo hou je de aandacht van je publiek veel makkelijker vast. Zoals je merkt,
zijn we in deze fase nog helemaal niet bezig met de visuele ondersteuning van je verhaal. Een PowerPoint vol lijstjes moet nooit het startpunt zijn van een presentatie. Net zoals een ingrediëntenlijst niet het startpunt is van een diner. Eerst denk je na over het menu. Welke gerechten wil je aan je gasten serveren? Wat past goed bij elkaar? Wat past bij de sfeer van de avond en bij je gezelschap? Pas als dat duidelijk is, ga je kijken naar wat je voor al die recepten nodig hebt. Daarom begint een ideale voorbereiding ook niet met het openen van PowerPoint, maar met het bedenken van de kernboodschap en het formuleren van een narratief. Pas wanneer je tevreden bent over je verhaal, kun je gaan kijken naar de verdere inrichting van je slides. Wil je meer weten over de andere aspecten van een goede presentatie, zoals het formuleren van een pakkend begin of het ontwerpen van een passende PowerPoint? Bekijk dan ook onze andere video's over presenteren.